Aanstaande zaterdag de 15e Elfstedentocht. Toch nog zorgen om zwakke plekken. Dames en heren, welkom. Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden. Met andere woorden, we hebben hier in Friesland vannacht temperaturen te verwachten van rond de min 15 of min 16 graden. En ook elders in Nederland zal het zo'n 14 tot 17 graden vriezen. En er komt nog bij dat de wind geleidelijk aan gaat toenemen. Het weer vanmorgen ziet er dan ook berenkoud uit. Met in het noorden van Nederland zon, ook wel bewolking, temperaturen overdag rond de min 8 graden zo ongeveer. En tel daarbij op. Een stevige oostenwind die matig of krachtig wordt, langs de kust toch wel hard. En dat maakt het allemaal nog veel, veel kouder. Wat betreft, ik ben er morgen weer. Ontmoen, tot morgen. Awesome.
Dat is moeilijk. In eerste instantie denk ik, ja, de EK, daar ben je toch een jaar geweest. En dat komt ineens in een week tijd dat zit toch tussendoor. Dus dan denk ik, ja, hoe doe ik dat? Ja, op laatste moment.
legendarische nummer 13, Evert van Bentum. Onze wedstrijdleider Gerrit van den Ham. Dames en heren. Eredocht bij de vrouwen Klasina Zijnstra. Namelijk echter niet gestempeld in hinderlopen en Piet Kleine is gedisqualificeerd. Winnaar van de 15e Elfstedentocht bij de mannen, Henk Angenent. Henk Angenent, ja, u kent zijn bijnaam, de spruitjeskweker uit Alphen aan de Rijn. Nou, dat is hij, dus is het eigenlijk geen bijnaam. Hij is de terechte winnaar. Alle demarages uiteindelijk in de kopgroep werden door hem beantwoord. Iedereen die het probeerde werd door Henk Angenent teruggehaald. En dus was Henk Angenent de sterkste van de resterende kopgroep. En derhalve is hij de zeer terechte winnaar van deze 15e Elfstedentocht. Hier heeft hij hem dan nog eens eventjes op rij staan. De uitslag van deze 15e Elfstedentocht. Angenent dus voor Hulzenbosch, Verduin, Henk van Bentum, Stam, Borst, Hans Pietersen. Aan. 20 seconden nog.
Veld. Binnen. 15 seconden. Die haalt het ook nog. Valt er overheen als het moet. Daarachter. Oh, die twee. Die rondkijken. 5 seconden. Kruipend als het moet. De Elfstedentocht is voorbij. Ach. Dit is... Oh, meneer. Oh, meneer. Oh, dat gebaar. Dat gebaar. Het is... Oh. Wat is het geweest? 5 streken. 1 keer aanzetten. Als hij het nog komt. Ja, maar ik mag het wel nog aan te maken. Dat is toch wat. Ik weet niet of u het verstaan heeft, hij is de laatste zwarte rijder. Hè? In dit beeld. Deze man, die er nou bijna is, wat is het? 12 meter, niet meer dan dat. En kijk naar het gebaar van de man met het gele hesso erin. Kijk naar dit armgebaar. Te laat. Oh. Die had een andere kaart. Een kaart was een ander, van een ander meegenomen. Ja. Elke Elfstedentocht heeft zijn eigen karakteristieken. We hebben een schitterende Elfstedentocht gehad. En we zijn met een merkwaardige wijn afgesloten. Muts af. Ik wel. En ontzettend gefeliciteerd. Ja, dank je. Er komt nog een andere bij. Onze commissaris en op zijn handen. Ja, ze hebben echt absoluut neemtje. Hoe laat ben je gestart? En ook Loek Hermans vindt het leuk om de handtekening erbij te zetten. Ja, even en die zeiden van, dit slaat alles. We dachten dat we...